Hallo allemaal. En goedemorgen, het is woensdag 15 april 2020. En dit is dag 32 van de zombie-apocalypse. De zombie-apocalypse. Day 32, 32 dagen in zelfisolatie. 32 dagen in lockdown in onze bunker in Amsterdam. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ik vind dit zo'n leuke foto. Ik begrijp er niks meer van. Waar zijn we mee bezig? Hier zit ze ook een beetje zo te kijken van, ik geloof het allemaal niet zo. Wat zeg je? Ik snap er niks van. Wat is dit voor leuke foto? Wacht even, ga ik eentje terug. Die vond ik leuker, deze. En wat is de heer aan het doen? Gewoon een beetje aan het staan. Deze doen we. Deze is leuk. Ik vertrouw het allemaal niet. Wij duiken in het belangrijkste zombie-apocalypse nieuws. Dit is het nieuws van gisteren. En dat is toch wel weer mild positief. Helaas meer dan 100 mensen weer overleden. Maar nog steeds een veel lager aantal mensen naar het ziekenhuis. Ik ben mild positief. Ik ben mild aan het positief aan het worden. Het is minder erg dan het was. Het is nog steeds afschuwelijk. Er zijn bijna 3000 Nederlanders dood. Het is absoluut krankzinnig wat we aan het meemaken zijn. Wereldwijd is het nog vele malen erger. Dit getal schijnt achter te lopen. Want ik las gisteren een artikel in de New York Times dat er nu wereldwijd meer dan 2 miljoen mensen besmet zijn. En op dit moment is het helemaal aan het misgaan. In met name de Verenigde Staten, waar nu 600, meer dan 600.000 mensen besmet zijn. En hun sterfteaantallen die lopen ook enorm op. Er zijn nu 26.000 Amerikanen overleden. Het is om te huilen, zo vreselijk. En zij zijn nog niet bij hun piek. Dus dat is niet best. In New York zijn 10.000 mensen overleden. Dat is een beetje meer dan 9-11. Zeg maar 3 keer zoveel. Ik heb helaas, let u op mevrouw de burgemeester. Ik ben allemaal niet zo tevreden met wat ik zo te horen krijg. Ik ook niet. Het nieuws wordt alleen maar slechter. Het staat er echt, ik verzin dit niet. 8000 zorgmedewerkers besmet met coronavirus. Dit is onze frontlinie. Bescherm hen. Er staat er hier minimaal 8000 zorgmedewerkers zijn besmet geweest. Met het nieuwe coronavirus blijkt uit cijfers van het RIVM. Vakbonden zijn bezorgd en eisen meer bescherming. Er zijn al medewerkers op de IC terechtgekomen. Dit is niet normaal meer. Dit is het Parool. En dit is Sander van Mersbergen. En Hanneke van Houwelingen. En die hebben vreselijk slecht nieuws, want er zijn in totaal 27.000, 27.500 mensen positief getest op COVID-19. En 28% van die mensen werken in de zorg. Omgerekend zijn dat ongeveer 8000 mensen. De helft van hen is jonger dan 44 jaar. 81% is vrouw. Onbekend is in welk deel van de zorg besmettingen vooral voorkomen. Het is mogelijk dat de medewerkers buiten hun werk zijn besmet. Daarnaast geeft het RIVM aan dat zorgpersoneel vaker wordt getest en dat het dus logisch is dat ze ruim vertegenwoordigd zijn in de cijfers. Nou, laten we het allemaal even een beetje. Let u op, mevrouw de burgemeester. Ja, ik ben er ook niet zo blij mee. Het is schandalig. Het verhaal hier, wat hier staat,
Het is mogelijk dat de medewerkers buiten hun werk zijn besmet. Het lijkt me heel stug. Het lijkt me heel stug dat 8000 mensen die toevallig allemaal werken in de zorg, buiten hun werk zulke rare dingen doen, dat ze allemaal besmet raken. Dat geloof ik niet helemaal. Dan het tweede stukje. 81% is vrouw. Er werken gewoon veel meer vrouwen in de zorg. Dit is verpleegpersoneel. En dat zijn over het algemeen en mantelzorgers en dat soort dingen, mensen die werken in bejaardencentra. Het zijn over het algemeen vrouwen die dat werk doen. Maar het zijn allemaal jongens, zoveel jonger dan 44, daar ben ik heel erg ongelukkig over. En zo'n hoog percentage vrouwen, ja, logisch, maar allemaal wel afschuwelijk. Vakbonden zijn er niet echt gelukkig mee. Die willen betere beschermingsmiddelen. En dit is iets waar ik al een tijdje over aan het piepen ben. Want het is gaande in alle landen. Er zijn te weinig beschermingsmiddelen. Wilt u weten waardoor dat komt, mevrouw de burgemeester? Dat ligt één aan kapitalisme zelf. Namelijk, als ik een mondkapjesmaker ben, dan maak ik alleen mondkapjes die ik kan verkopen. Dus als ik er in Nederland, noem maar wat, 5 miljoen kan verkopen, dan maak ik er 5 miljoen. En die verkoop ik. Ik ga er niet 50 miljoen maken, want dan maak ik er veel te veel die ik niet kan verkopen. Dus daar draai ik verlies. En ik moet die 50 miljoen mondkapjes dan ergens opslaan. Moet ik hele grote loods kopen? Sorry, dat doe ik niet. Weet je, wij zijn een consumptiemaatschappij. De klant bestelt en dat wordt gemaakt. Ja, niet meer en niet minder. Wat je zou willen, is een overheid die dan zegt van, nou goed, wij, de overheid, wij willen een soort strategische reserve kopen van mondkapjes. Om alle mensen in de zorg te beschermen als er ooit een grote, enge, besmettelijke ziekte komt. Maar dat doet de overheid niet. Want de overheid is hier niet om mensen in de zorg te helpen. De overheid is hier om de zorg te privatiseren. En zoveel mogelijk op te bezuinigen. Ja, dus daar ligt een beetje aan. Het tweede waar het aan ligt is opnieuw kapitalisme. Maar dan een heel specifiek element van kapitalisme. En dat noem je globalisering. En daar weet deze mevrouw het een en ander van. In de jaren 90 was er hier in Amsterdam een zogenaamde eurotop. En daar werd van gemaakt door met name linkse activisten. Zeg maar de voorlopers van Antifa. Die werden anti-globalisten genoemd. En die maakten daarvan EU rot op. En die gingen demonstreren en doen. En de burgemeester van Amsterdam, die meneer die heette Scheltopartij, die ging toen mensen preventief opsluiten. Dus je wordt gewoon op je bed gelicht 's morgens. Ja, wie is daar? De politie, voor wat dan? Ja, kom maar mee, u bent gearresteerd. Oh, voor wat dan? Nou, gewoon voor wat u misschien in de toekomst gaat doen. Misschien gaat u wel demonstreren. Nee, ik wil gewoon ijsje bakken en op een kool gaan zitten. Want ik ben vandaag vrij. Ja, nee, daar hebben wij niks mee te maken. U gaat mee naar het bureau en dan gaat u een cel in. Een cel in, maar ik heb niks gedaan. Nee, maar misschien gaat u dingen doen in de toekomst. Want u heeft in het verleden veel gedemonstreerd. Dus wij gaan u preventief arresteren en vastzetten. Dat had de burgemeester van Amsterdam bedacht. Want hij wilde vooral een goede indruk maken op Brussel. Dus hij wilde geen langharig tuig met PLO-sjaals op straat gillen en schreeuwen EU rot op. En Scheldepartij, die was lid van de PvdA. En Femke Halsema, hij was ook lid van de PvdA en die vond dat zo schandalig, mensen preventief opsluiten, dat ze uit die partij stapte. Zij vond dat de anti-globalisten gewoon hun mening mochten uiten, zeg maar. En ja, die anti-globalisten uit de jaren 90, en ik beschouwde mijzelf toen ook als een anti-globalist, ik was toen heel stuk jonger, die blijken toch een beetje gelijk gehad te hebben, want hele relevante spullen, met name materialen voor in de zorg, die komen allemaal uit China. Onze medicatie komt uit China en India. En onze beschermingsmiddelen komen uit China en India. En onze crèmes komen uit China en India. En onze ziekenhuisbedden komen uit China en India.
En ik heb recent een video gedaan over het feit dat we nu in Nederland zelf mondkapjes gaan produceren. Daar beginnen we mee als er, laten we even afronden, 3000 Nederlanders dood zijn. 27.000 Nederlanders besmet, waarvan 8.000 medewerkers in de zorg. Wat wij dan in Nederland doen, nou, een week of vier, we zeggen van, nou, we gaan zelf mondkapjes maken, maar dat kunnen we niet. Want de mondkapjesmaakmachine, die komt uit China. Wij hebben zelf geen mondkapjesmaakmachine. Dus ergens deze week komt er een groot vrachtvliegtuig binnen op Schiphol. En daar zit dan een Chinese mondkapjesmaakmachine in. En dan gaan wij zo'n beetje beginnen met de productie van die mondkapjes. Ze hebben in de zorg wat meer nodig dan alleen mondkapjes, heb ik sterk het idee, man. 8000, dat is krankzinnig, man. Daar is een oplossing voor. De vakbonden natuurlijk vreselijk aan het mopperen. Het is absoluut schandalig wat die mensen aan het meemaken zijn in de zorg. Ze draaien al allemaal extra uren. Ze kregen al slecht betaald. Maar ze blijken nu dus ook grotendeels onbeschermd rond te lopen. Dus wat we feitelijk aan het doen zijn, is we zijn gezonde mensen, verpleegkundig personeel, artsen, gezonde mensen in de buurt aan het brengen van zieke mensen. En dan hopen we dat zij zelf niet ziek worden. Het is echt heel bijzonder, is het. Heel bijzonder. Maar ze hebben een oplossing voor, namelijk geld. Geld lost altijd alles op, gratis geld. De FNV pleit voor een bonus voor zorgpersoneel, waar nu in België over wordt gesproken. Daar wordt gedacht aan een eenmalig bedrag van 1450 euro. Vicevoorzitter Kitty Jong, als je je eigen gezondheid en die van je huisgenoten in de waagschaal legt, moet daar iets tegenover staan. En dan in Italië krijg je een beetje een idee van hoe kwetsbaar die zorgverleners zijn. In New York is meer of meer hetzelfde nu gaande. Moet je kijken. 115 artsen, 28 verpleegkundigen en 8 apothekers zijn overleden aan corona. En er raakten in totaal 16.000 zorgmedewerkers besmet. In Spanje 24.000. En in Amerika is nu hetzelfde gaande. Die zorgmedewerkers en gewoon alle mensen die bij zieke mensen in de buurt komen, bij bejaarden in de buurt komen, gewonde mensen in de buurt komen, die lopen het grootste risico om besmet te raken. En dat ligt dus allemaal aan het feit dat ze geen beschermende kleding hebben. Het is een absoluut krankzinnige situatie, mevrouw de burgemeester. Ik heb namelijk wel een goed mondkapje, zo'n N95. Die heb ik gewoon online besteld. En ik heb er een paar besteld voor mij en mijn dochter. Want wij willen die enge ziekte niet. En wij hebben wel gewoon plastic handschoentjes. En ook die hebben we online besteld. Want wij willen niet ziek worden. Wij zijn het alleen gaan bestellen ergens half januari. Toen het eruit zag dat het helemaal misging. En wij hebben ze inderdaad besteld in China. Duurt het 2 weken voordat je ze krijgt. En maar dan heb je wel gewoon protective gear. De overheid, waaronder de mensen in Amsterdam en mensen in Den Haag, die zijn pas spullen gaan bestellen, ja, weet ik niet, ergens eind maart of zo. En toen was het al compleet gekte, want toen was het een wereldwijde pandemie. Dus je moet er rap bij zijn bij dat soort dingen. Wat het beste is, denk ik, om dit soort dingen te vermijden, is ervoor zorgen dat je een soort, ten eerste een eigen mondkapjesmachine hebt. Ik heb het idee dat Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, prima ergens een eigen mondkapjesmachine mag hebben. Misschien zouden we er zelfs 2 kunnen hebben. Is dat misschien een idee, mevrouw de burgemeester? Want anders moet er straks weer een vrachtvliegtuig naar China om een tweede machine te bestellen. Beetje raar. Dus we zouden een soort strategische reserve van materialen moeten hebben. Medicijnen, beschermende spullen, extra bedden en noem maar op voor dit soort situaties. En misschien is het een handig idee dat we wat meer mensen gaan testen. Want als 8000 mensen in de zorg het hebben, ja, dan zullen er meer mensen zijn die bij zieken in de buurt komen.
die het ook allemaal hebben, moeten veel, veel meer gaan testen. Ik vind het echt, ik vind het waardeloze clusterfuck, mevrouw de burgemeester. Iedereen is maar. Ja, het is gewoon een bende. Het is gewoon een absolute bende. Dit is niet normaal meer. 28% van iedereen die besmet is, ze werkt in de zorg. En ze zijn jong en vrouw over het algemeen. Ik vind het niks. Clusterfuck. Dat is wat ik zeg. Clusterfuck. Echt waar, schandalig. Hey, wil jij bij allemaal zieke mensen die een hele enge ziekte hebben, die besmettelijk is in de buurt komen? Nou, nee, lief niet. Oh ja, we hebben geen mondkapjes, dus dat moet je zelf een beetje regelen. Kun je online bestellen in China. We zien je morgenochtend om 7 uur. Nou, ik meld me ziek. Ik kom niet. Doei. En dat zou ik dus trouwens doen, hè. Als ik geen beschermende kleding en shit zou krijgen, zou ik niet naar mijn werk gaan. Rot of gauw op. Ik ben jong kind. En dan kwam ik weer tegen. Dit is het meest deprimerende nieuws sinds de zombie-apocalypse. Dus dit is het meest waardeloze nieuws dat ik tot nu toe heb gelezen. Er is een studie gedaan door de Universiteit van Harvard. En die zeggen nog lockdowns nodig tot in 2022. Ze zeggen nog een hele hoop meer deprimerende dingen. Maar om het coronavirus het hoofd te bieden en overbelasting van de intensive care te voorkomen, zullen we tot 2022 drie tot vier keer per jaar in lockdown moeten. Wat? Nee toch? Ja, mooi wel. En Harvard is niet de enige die dat zei, mevrouw de burgemeester. Er zijn meer studies nu uit. Imperial College in Londen heeft een soortgelijke studie gedaan. En dan was er een studie gedaan in het blad Nature, waar min of meer hetzelfde werd gezegd. En ik had het gisteren over Bill Gates, die dat ook min of meer zegt. Die bent hier jaren mee zoet. En wij zijn aan het praten over, wanneer kan de bioscoop weer open? Nou, ik zou het voorlopig niet doen. Ik zou voorlopig de bioscoop niet open doen. Maar goed, om het coronavirus het hoofd te bieden, 3 tot 4 keer per jaar in lockdown. En dat is een universiteit van Harvard. Waarom, denken ze? Daarbij, schrijven de onderzoekers, kan het virus een heropleving krijgen tot 2024 zelfs na duidelijke eliminatie. Ook is er een kans dat mensen die het virus al hebben gehad, later opnieuw besmet kunnen raken. Dat zou er volgens de berekening van de onderzoeksgroep voor kunnen zorgen dat SARS-CoV-2, zoals het virus officieel heet, om het jaar of om de paar jaar terugkeert. Yay! Er zijn tevens angsten, mevrouw de burgemeester, dat het van de herfst gewoon weer terugkomt. Het gaat weer regenen, dan krijg je griepseizoen. En dat dit gewoon een soort griep wordt, maar dan een hele heftige, hele gevaarlijke. Dus fantastisch nieuws is dit. Onvoorstelbaar. En mensen die zogenaamd immuun zijn nadat ze het hebben gehad, ja, dat weten we niet helemaal zeker of dat zo is. Want er zijn al gevallen bekend van mensen in Japan die 2 keer besmet zijn geweest. Dus werden besmet, kregen lichte verschijnselen. En werden vervolgens nog een keer besmet en kregen lichte verschijnselen. Dus mensen kregen gewoon 2 keer kortopvolgend de griep, min of meer. Mensen hebben mazzel gehad, maar ze werden wel 2 keer besmet. Dus die groepsimmuniteit die werkt niet helemaal voor iedereen. En dan was er ook een verhaal van, ja, van de zomer dan wordt het warmer. En dan is het griepseizoen voorbij. En dan stopt het, weet je, dan verdwijnt dat virus gewoon helemaal. Nou, dat is niet helemaal waar, want verspreiding zal in de zomer waarschijnlijk vertragen, maar het zal het virus niet stoppen, want in Australië en Afrika, daar is het nu geen griepseizoen, daar is het hartstikke warm. En veel warmer dan onze zomers hier. En daar is het gewoon lekker aan het verspreiden. Alhoewel Australië het op dit moment heel erg goed aan het doen is, die waren er meteen bij. En zij zijn natuurlijk een eiland en geen open grenzen, et cetera. En ze hadden al een keertje SARS meegemaakt. Dus die hebben echt alles helemaal dichtgegooid. En zijn als een imbeciel mensen gaan testen. Australië doet het heel goed. Die hebben beslist niet dit soort getallen. En die hebben ook niet dit soort getallen. En die zijn gewoon wat harder gaan optreden. En wat eerder. En ik kwam dit tegen. Dit is dan positief nieuws. Pollution made COVID-19 worse. Now lockdowns are clearing the air. Fantastisch leuk artikel. Gepubliceerd bij National Geographic Science. Wat hierin staat is dat
kleine vervuiling, tiny pollutant particles, die heet PM2.5. Als je die jaren, nee, dus dat is vervuiling, zeg maar, luchtvervuiling. Als je dat maar jarenlang aan het inademen bent, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, als je dicht bij de ring woont, ja, dan ben je dat de hele godganse dag door aan het inademen, jarenlang. Als je daar jaren woont. Dan wordt de kans dat je doodgaat als je COVID-19 krijgt ineens vele malen groter. Oh jotten. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan in de Verenigde Staten. Maar ze hebben ook ander onderzoek gedaan en dat is echt fantastisch nieuws. Namelijk de lucht boven Los Angeles. En dat is echt normaal. Alleen maar smog. Omdat alles en iedereen daar, alles met de auto moet doen. Dus Los Angeles, de lucht is daar gewoon bruin geregeld. Maar nu, omdat er niemand meer rijdt, is de lucht boven Los Angeles schoner dan ooit, mevrouw de burgemeester. Schoner dan ooit. Vanaf dat ze daar op jacht gingen naar olie. Vanaf dat moment is de lucht daar niet meer zo schoon geweest. Dus ja, daar zie je toch goed wat onze impact is op ons milieu. Op het moment dat iedereen 3 weken binnen zit, is het ineens prachtig mooie lucht en clear blue skies boven Los Angeles. Dat is een piepklein lichtpuntje. En wat de rest, bijna 3000 mensen dood. In Amerika is het helemaal mis aan het gaan. 8000 zorgmedewerkers besmet. Lockdowns tot 2022. Maar de lucht is een stuk schoner. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het weer allemaal heel depressief nieuws. En het is nog steeds dat gejengel over beschermende kleding die ik wel heb. Maar mensen die in het ziekenhuis werken, hebben het niet. Het is schandalig, is het. En de mensen die dit gemismanaged hebben, dan moeten we het later een keertje over hebben. En die mensen die moeten we aansprakelijk gaan stellen, want dit is te schandalig voor woorden. Lieve mensen, dat was hem weer. Dit waren mijn highlights. We maken ons op voor dag 32 van de zombie apocalypse. En dat wordt weer een hele dag zoveel mogelijk binnen zitten. Blijf allemaal gezond. Tot de volgende keer.